29 jaar is FC Dordrecht dé voetbalclub van de Merwestad. En ook dit seizoen wordt er weer een poging gedaan voor het linker rijtje. Maar wie zijn de jongens eigenlijk die de eer in het stadion op de Kromme Dijk verdedigen? RTV Dordrecht stelt ze deze zomer aan u voor. Ik ben Julius Bliek, 26 jaar oud. Ben een verdediger. Hiervoor bij Go Ahead Eagles gespeeld. Even kort in het buitenland geweest. En daarvoor hier in Dordrecht gespeeld. En nu ben ik weer terug. Eigenlijk toen de corona opspeelde, toen ben ik naar huis gekomen. Toen lag voetbal even helemaal stil. En toen ben ik in contact gekomen met Dordrecht weer eigenlijk. En ik denk van beide kanten hebben we elkaar altijd wel nog gevolgd. En goed seizoen gedraaid hier. 3 jaar geleden. En eigenlijk kwam dat zo dat ik nu weer terug ben. Een stukje ervaring wat je meeneemt en ik denk als centrale verdediger dat je sowieso de verdediging voor jou moet coachen. Ik denk dat dat mij wel ligt. Dat is goed. Ik denk dat we jongens hebben die graag willen allemaal. Er heerst een goede sfeer, dus dat is goed. De groep wordt ook steeds groter en dat is ook nodig. Wat ik zeg, ik denk dat er wel werklust in de groep zit. Ik ben wel positief over. Wat hoop ik dit seizoen te kunnen bereiken? Ik denk dat het belangrijk is dat we een goede start maken. En dat we dan moeten gaan kijken waar we staan. Maar een goed begin is het halve werk, laat maar zeggen. Ik moet zeggen, 3 jaar geleden toen hebben we een periodetitel gehaald en hebben we play-offs gespeeld. Het zou mooi zijn om die kant op te gaan en aan het eind van het jaar in de play-offs mee te doen. Ja, ik denk, volgens mij is het plek tot en met plek 8 speelt play-offs. Dan moeten we daar maar op inzetten.